twee meisjes op zoek naar de verhalen achter de mistreekte vaste avond. De vaste avond is pas echt geslaagd. Is Molle, de vastenavond in Maastricht podcast. Het was ergens in de coronacrisis toen Jan-Joos van Stiphout als fervent podcastfan het idee kreeg een podcast te gaan maken over de Maastrichter vastelovend. Dat had ik nu precies aan, want ik liefst acht jaar podcast. En over dat onderwerp is niks. En in het Maastricht is al helemaal niks qua podcasten. En toen zei hij tegen hen, laten we dat aan God voorbereiden, zodat we dat in 2021 kunnen brengen. Ja, en toen kwam dus dat hele corona-verhaal en leek dat allemaal niet door te gaan. En toen voelde weer des te meer de motivatie om dat dan via de digitale weg toch het vastelovingsbeleving te brengen. Het idee van de heren om een podcast te maken in plaats van bijvoorbeeld een boek of video is een toevallige keuze die vooral voortkomt uit hun eigen liefde voor het medium. Ja, we zijn oprecht geïnteresseerd in de Maastrichter vastelovende en de lui die Maastrichter vastelovende beleven. En dat is inderdaad, en nu bleek achteraf, dat is wel vertrekken hier van de lui, dat ze daardoor veel praten snel en met normaal over geen water, maar geen meer alcohol. En de lui die zien geen loslippige machine staan. Maar dan kunnen ze vooral aan de gelag van die artiest of van die persoon of van die kastelein te weten. En dus niet die standaardverhaal, maar die podcast, ze lient zich ervoor. Ja, en ze duren denk ik veel te lang, dat ben ik met je eens. Maar daardoor kreeg ik van de lui te juist met de hond gaan wandelen. Ik loop een extra hunneke, dus we zien ook groot voor de gezondheid van de lui, top. En maar ook de lui die in de auto zitten, ja, ze pakken de tijd ervoor om de verhalen erachter te luren. De heren hebben intussen de meeste Maastrichteneren die iets betekend hebben voor de vastelovend voor de microfoon gehad. Van de hoegenoeg lustigheid tot tittemaai. Verkes in de zon. Mijn god. Het is helaas geen video, alleen audio. Maar de lampen rammelen alle kanten op. Ja, en wat is nu als je even terugkijkt op die twee? Wat is de chicste gast die ze gehad hebt? Nou, Marvin. Maar het is niet alleen goed nieuws, want... We gaan de allerlaatste podcast opnemen van Molle. Dat is eigenlijk heel slecht nieuws. Wie is de laatste? We hebben het gevoel dat we eigenlijk alles wel al behandeld hebben. We hebben nu 22 afleveringen gemaakt. We willen voor Dexter wel Mias en Gas hebben. En we hebben iedereen wel al aan de tand gevoeld, waarvan we denken, demot erin. En dus kunnen de liefhebbers van Moorden nog één keer luisteren naar de Maastrichtse podcast. Aanstaande woensdag komt hij online.